Het gebouw dat staat aan de Jan Steenstraat, eigenlijk in het midden van de Molukse wijk. Je hebt de Jan Steenstraat, de Pieter de Hoogstraat, Frans Halstraat en de Pieter Lasmanstraat. Dat is van oudsher zijn dat straten waar Molukse gezinnen wonen. En het gebouw Akker Bagger staat eigenlijk ergens in het midden van die wijk. U heeft spreektijd aangevraagd aan het begin van het politiek beraad. Waarvoor was dat? Om het gebouw te kunnen behouden voor de Molukse gemeenschap, want dat dreigde te verdwijnen. Of dat dreigde verkocht te worden, omdat de gemeente in haar beleid de exploitatie op dat soort verenigingsgebouwen wilde drukken. En we hebben daar de schouders onder gezet. We hebben de eerste financiële eis waaraan we moesten voldoen, die hebben we gehaald. En vervolgens zijn er wat wisselingen geweest en wisten we eigenlijk niet meer waar we nu stonden. Hebben we nou vandaan en kunnen we nou met de gemeenschap een overeenkomst aan? Of gaat de gemeenschap iets anders besluiten? De zaak leek financieel beklonken. Ja. En dus kon de deal doorgaan. Nou, dat was een beetje het idee. Toen kwamen er een aantal andere randvoorwaarden kwamen daarbij. Nou, helemaal logisch. Oprichten van een vereniging, een betrouwbaar bestuur. Allemaal heel logisch. Daar zijn we ook druk mee bezig. Stukken liggen bij de notaris. Dus daar zijn we echt stappen in aan het maken. Maar we kregen eigenlijk nog niet de directe reactie terug vanuit de gemeente van als jullie dat dan ook gedaan hebben, dan is de volgende stap ook de overeenkomst. Mensen uit de Molukse achterban, die zegt van ja, maar gemeente, nu zijn wij er en we zijn een vereniging en we hebben een net bestuur en wij willen dat gebouw wel overnemen. Maar dat maakt het voor het college ook meteen heel erg ingewikkeld. Want met wie praten wij nou? De Molukse wijkraad, en dat was van oudtijds toch altijd de gesprekspartner van de gemeente. Dat wilde de Molukse gemeenschap zelf ook graag op die manier. Die geeft het gebouw terug en een andere vereniging zegt van ja, wij willen het graag hebben. Nou, dat maakt het heel erg ingewikkeld voor de gemeente. We willen niet bijdragen aan onderlinge verdeeldheid in de Molukse gemeenschap. Waarbij partijen opvattingen hebben die niet met elkaar stroken. Dat lijkt ons niet wenselijk. Nou, het belangrijkste punt is dat wij de gemeente willen oproepen om met ons in gesprek te gaan, te toetsen of we aan de randvoorwaarden voldaan hebben. En als we daar een aan voldaan hebben, dan ook de vervolgstap zetten die we met elkaar hebben afgesproken en met die overeenkomst komen.